Hallo, ik ben Sasha en dit is de Epson Expression Home XP205. In de doos vinden we natuurlijk de Epson Expression Home XP205 zelf, een stroomkabel en natuurlijk wordt ook meegeleverd een set cartridges, handleiding, garantiepapieren en CD met software. Als we de XP205 wat van dichterbij bekijken, dan hebben we hier het frontpaneel en als we die omhoog klappen, dan kunnen we ook gemakkelijk van bovenaf bedienen hebben we hier links een statuslampje zitten, een aan/uit knop, een wifi knop, een knop om status statusrapport uit te printen. Twee knoppen om de kopieerfunctie te bedienen, een stopknop en twee statuslampjes. Dan hebben we hieronder de uitvoerlade met daaronder een papiertray zodat het papier er niet uitvalt als die op de rand van een kast of bureau staat. Als we deze klep open doen, hebben we hier het scanoppervlak en dan hieronder hebben we hier de papierloop en hier rechts zitten de cartridges verborgen onder dit kleine plastic dingetje? En daar zit ook de printkop natuurlijk. Aan de bovenkant van de printer hebben we hier de invoerlader. Deze klep gaat omhoog en vervolgens trek je deze zo naar achteren en dan staat hier het papier in. Aan de achterkant van de printer hebben we hier dan nog de stroomaansluiting zitten en hier aan de rechterkant zit de USB-poort. De installatie is heel eenvoudig via de meegeleverde software en ik heb hem nu dan ook aangesloten via het wifi-netwerk. Iedereen die nu op het netwerk zit kan dan ook gebruik maken van deze printer. Het grote voordeel van deze printer en uniek in deze prijsklasse is het feit dat hij vier cartridges heeft. Zo gooi je dus geen inkt weg en bespaart het uiteindelijk ook een hoop in de gebruikskosten. Zoals je ziet is hij ook erg compact en hij past dus eigenlijk op ieders bureau. Zoals ik al zei, ik heb hem op het wifi-netwerk aangesloten en ik kan die dus draadloos vanaf mijn laptop iets uitprinten. Ik heb hier de quick start guide van de printer op staan en die wil ik graag uitprinten. Dus het enige wat ik dan doe is op afdrukken klikken. En dan gaat hij hem nu draadloos naar de printer toesturen. En dan zien we hier het resultaat. ...van de geprinte Quick Start Guide. De eerste pagina die wil ik graag in gaan scannen... ...of in ieder geval even kopiëren. Daartoe leg ik hem hier op het scanoppervlak. Klep dicht. En dan kan ik hier op het paneel kan ik kiezen tussen zwart-wit of kleur. In dit geval wil ik even een zwart-wit kopie, dus ik druk gewoon op deze knop. En dan hebben we hier het resultaat van de zwart-wit kopie. AirPrint wordt ook ondersteund door de XP205 en dat wil ik ook nog eventjes laten zien. Ik heb hier een pdf in mijn iBook staan en die wil ik uitprinten. De printer is geselecteerd. Het nou, zijn flink wat pagina's, dus ik wil alleen even de eerste uitprinten. En dan druk ik op print en nu stuurt hij het dus via de router weer naar de printer toe. En ter bewijs dat die er ook echt is uitgekomen, zie je hier het resultaat. De XP205 beschikt helaas niet over een LCD-display. Hij heeft vier individuele cartridges en dat bespaart dus een hoop geld omdat je minder inkt weggooit. Hij is erg compact en gebruiksvriendelijk, en door de toevoeging van WiFi, Epson Connect en Apple Airprint kun je waar dan ook ter wereld en vanaf welk apparaat dan ook je documenten uitprinten. Ben je op zoek naar een goede all-in-one printer met individuele cartridges en WiFi? Bekijk dan zeker eens de Epson Expression Home XP 205. Wil je deze printer bestellen? Ga dan naar printershop.nl of be. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.